De sporthopper, al ruim 20 jaar een begrip in Groningen, dreigt vanwege bezuinigingen te stoppen. Jaarlijks nemen ongeveer 2500 kinderen deel aan sportactiviteiten via de sporthopper. Op deze manier komen zij in aanraking met sporten en sportverenigingen. 700 van die kinderen worden na de activiteiten ook nog eens lid van een sportvereniging. Zwemvereniging Trivia vindt het besluit om te stoppen erg jammer. Dat vinden wij als vereniging zeer spijtig. De sporthopper is een laagdrempelige manier om kennis te maken als kind met een zwemvereniging. De drempel tussen een vereniging, het verenigingsleven en de basisschool ligt vrij hoog. Mensen nemen niet gauw die stap om daar naartoe te gaan. Dus een sporthopper is een ideaal middel om tegen een lage prijs een paar proeflessen te doen en daarna een instap te kunnen maken in een vereniging. De PvdA is het in ieder geval niet eens met het besluit van BMW. We moeten op dit moment heel veel bezuinigingen doorvoeren in Groningen. Nou, er is ook een bezuiniging en die zou ertoe kunnen leiden dat de sporthopper wegvalt. Nou, dat zouden wij ontzettend jammer vinden, omdat er 2500 kinderen in deze stad gebruik maken van de sporthopper. En we zouden het heel zonde vinden als we daar geen alternatief dan voor hebben. Op uw plaatsen! Volgens Van Lente is de sporthopper een mooie aanvulling op de gymlessen van school. Kinderen krijgen wel bewegingsonderwijs, gym op school. Hè. Daar hebben we net ook een nieuw systeem voor opgericht hier in Groningen. Een hele mooie nieuwe afspraak tussen scholen en de gemeente. Maar er zijn een heleboel kinderen die daarnaast nauwelijks kunnen sporten. Omdat ze er bijvoorbeeld geen geld voor over hebben thuis of geen geld voor hebben thuis. Nou, en voor die kinderen zou het ontzettend jammer zijn als de sporthopper weg zou vallen. De PvdA heeft vragen bij het stadsbestuur ingediend. Later dit jaar wordt duidelijk of de sporthopper kan blijven bestaan.